De strategie van EGEPA Belux is gebaseerd op 3 D's. De D van digitalisering, de D van diversificatie en tenslotte de D van duurzaamheid. Ik denk persoonlijk dat duurzame bedrijven veel beter zullen presteren dan niet duurzame bedrijven. Dus het is onze plicht als privébedrijf om actief te worden op het vlak van duurzaamheid. Maar wij zijn geen voorstander van de grote projecten, de grote theorieën. We zijn eerder voorstander van zeer concrete projecten. Voorbeelden zijn er genoeg. We hebben zonnepanelen, we gaan ons wagenpark elektrisch maken. En we zijn ook actief geworden in de cradle-to-cradle. Zeer belangrijk. Wij doen dit reeds voor kantoorpapier. En we zijn recent gestart met het ophalen van afval, kunststoffenafval. Dat opnieuw verwerkt wordt tot een nieuwe grondstof. Want afval bestaat niet meer. Trimotion is een productiebedrijf gespecialiseerd in visuele communicatie. Duurzaamheid en ecologie zijn van bij begin aan voor ons heel sterke focuspunten geweest. Wij geloven er echt in dat dit een verhaal van samenwerking is, samen met al onze stakeholders. Gaande van onze klanten, maar ook onze medewerkers, tot onze leveranciers en partners. EGEPA is daarin natuurlijk een heel belangrijke factor in het verhaal, want aan hen hebben we echt een partner die meedenkt en die dezelfde waarden en normen rond dit thema hanteert. Accuplak RC50 is een polypropyleen kanaalplaat geproduceerd door de leverancier Corplex. Het materiaal bestaat uit 50% gerecycleerd materiaal dat teruggenomen is uit de markt. Dat kunnen onder andere geprinte platen zijn. Deze platen worden verwerkt en na verwerking heeft het nieuwe materiaal dezelfde technische eigenschappen als het virgin materiaal. De Accuplak RC50 geeft ons momenteel de ideale gelegenheid om eigenlijk van de duurzame, gerecycleerde variant de standaard te maken in deze productrange. De Accuplak is voor ons eigenlijk een heel dankbaar materiaal, gezien wij ze kunnen gebruiken voor verschillende toepassingen, zowel binnen als buiten. Denk maar aan IMO-borden, werfborden, maar ook hangende pancartes voor aankleding in winkels, signalisatie op korte termijn en ook displays en verpakkingen op maat eigenlijk. Dus een heel leuk materiaal om mee te werken. Voor ons zijn de materialen belangrijk, maar logistiek is cruciaal om deze materialen op een duurzame manier op de plaats van verwerking te krijgen. Een van de belangrijkste pijlers in de circulaire economie is samenwerking. Met dit project zetten we belangrijke stappen in samenwerking en vooruitgang naar materialenbeheer.